Welkom bij Vlogmas dag 15. Goedemorgen allemaal, het is vandaag de 15e dag alweer. Het is zondag, ik ben vroeg opgegaan, want we gaan zo meteen naar vrienden in Veldhoven. Wat ik verder vandaag allemaal kan filmen, I don't know, ik ga mijn best doen. Maar ik ga gewoon lekker beginnen met de adventkalender. Oh, ik heb hier ook aan mijn been. Er zit iets te prikken in mijn broek, hier aan de zijkant. Niet lekker. Maar goed, adventkalender. Nummertje 15, dat is een hele lange. Dat hij niet open wilde. Oeh. We hebben een face wash. Nice. Dat ben ik heel blij om. Alleen heb ik net mijn gezicht al gedaan, dus ik kan het niet testen. Dat is nou weer jammer. Hier is de andere. Nummertje 15. Oeh, dat is ook een hele grote. Dat is gisteren. Oeh. Ik heb een lipliner. En daar ben ik heel blij mee. Dit is ook echt een hele mooie kleur. Die ga ik zo meteen echt helemaal mijn lippen mee inkleuren. Heel blij mee. Top, die gaan we zo gelijk lekker gebruiken. Wat zeggen dat voor kalenders? Ik ga even gaan een setje oorbellen in doen. Dus daarna ga ik mijn make-up even filmen. Dat doe ik natuurlijk tegenwoordig daar. Dus ja, dat ga ik eventjes doen. Oh, mijn pink jukt heel erg. Oh, dat is niet leuk. Oh, maar goed. Klaarmaken en dan gaan we zo meteen weg. Jongens, de zon. Mijn oorlog is nog dicht, maar de zon is nog niet eens opgekomen. Ik ben gewoon wakker op zondag. Ik zit hier gelijk in de kast bij de spullen. Voilà. En ik ga hier zitten. Maar lampjes aan doen. Kan ik alles een beetje beter zien. En dan gaan we een make-upje doen. Ik ga alleen even de poef pakken. Dan zit ik iets beter. Wel iets lager. Maar wel iets beter. Oh, dit is eigenlijk nog een hele leuke setup ook. Ik heb mijn laptop hier. Die zet ik denk ik even hier. Dan kan ik wel gewoon lekker verder kijken. En de filmpjes. Ik heb mijn hittepitstok niet gebruikt gisteren. Jammer. Zo. Ik ga beginnen met me. Ik ga jullie gewoon lekker meenemen. Want ik vandaag toch niet heel veel kan filmen. Ik ga jullie gewoon alledaagse make-up laten zien. Ik begin met. Ik heb mijn gezicht al gekremd. Maar ik moet alleen nog even deze crème op doen. Dus daar ga ik mee beginnen. Dit is de Garnier Skin Active. Ik kan niet echt lezen wat er staat, maar het is dus een balsem. Het is geen crème. En die is dus voor je gezicht als dagcrème. Die is voor je gezicht als avondcrème. En je kan hem als je hem dikker smeert als masker gebruiken. Dus dat is heel fijn. Ik heb ondertussen een video op de achtergrond aanstaan. Mocht je denken wat horen er doorheen. Ik dacht, dit is wel gezellig om een foto samen te doen. Dus ik heb net mijn gezicht al gewassen, zeg maar. Dat is al lekker gebeurd. Dus dat is mooi. Ik heb mijn gezicht alleen nog niet gereinigd met mijn nieuwe tonic van de Action van Olaz. Deze. Die heb ik nog niet gebruikt. Misschien dat ik dat vanmiddag even ga doen als ik terug ben. Ik kan mijn make-up doen vanmiddag alles afhalen. Goed, de balsem zit erop. Ik smeer alleen nog een klein beetje door onder mijn nek. Want daar smeer ik zo ook foundation op door natuurlijk. Zo. Dat is dat.
Deze blijft ook gewoon niet heel erg vet aan je handen. Of zo. Normaal, als ik dagcreme doe, was ik dan aan mijn handen omdat ik niet tegen vette handen kan. Echt vreselijk. Maar goed, foundation, die doe ik op de palm van mijn hand hier. Ik doe twee kleine, één gehele pompen en één klein pompje. Misschien wel al te veel. Ik gebruik normaal altijd die crème en nu gebruik ik foundation. Dus het is voor mij best wel een beetje zoeken van, joh, wat moet ik nou? Zorgen dat er niet te veel op mijn voorhoofd zit. En dan ga ik dit gewoon met deze grote kwast uitblenden. Over mijn gehele gezicht. Ik noem gewoon mijn wenkbrauwen mee. En mijn, mijn ogen. Dan zou je zo zien dat ik eigenlijk geen opvallende... geen opvallende foundation heb. En dat is gewoon echt met de reden dat ik het gewoon lelijk vind als je echt foundation ziet bij iemand. Ik neem mijn lippen altijd mee. Wat ik net al zei, ik neem eigenlijk alles mee met foundation. Ik smeer nog even mijn hand aan mijn hals. Soms wil er nog wel iets van afkomen. En dan zijn we lekker ingepoederd. Dat is dat. Stop ik de brush, stop ik terug. Zo, dan ga ik mijn concealer pakken. Die is trouwens ook van Essence. Allebei de Stay Away 16 uur foundation en concealer heb ik hier ook natuurlijk daarvan. Met concealer doe ik op zich nooit zuinig. Hoe meer concealer, hoe beter vind ik eigenlijk altijd wel. En die smeer ik gewoon met mijn hand in. Dat is één. Deze kleur is echt ietsje, maar echt heel weinig lichter dan mijn foundation die ik heb. Dus dat is gewoon echt bijna niet te merken. That is it. Oké. Dan zou je misschien denken, wat doe je nu? Ik ga gelijk beginnen met mijn highlighter. De meesten doen het als laatst, maar ik doe dat gewoon als eerste omdat het liquid is. En dan heeft het nog wel eens een neiging om zich iets meer te verspreiden. Dus iets meer dan nodig had geweest. Dan gebruik ik dit borsteltje. En ik ga zo gelijk beginnen met mijn contour en mijn blush. En doe ik allemaal met dezelfde kwast. Ik zit toch op dezelfde plek. Nu zou je denken, oh wat lelijk. I know, het is het ook misschien wel een klein beetje stiekem. Je kan gelijk zien dat mijn gezicht bruiner wordt. Omdat het dus dezelfde kwast is. Dus ook mijn highlighter kwast, ook mijn blush kwast. Maar het werkt wel. Ik wissel op zich niet van kwast. Ik was hem wel altijd. Maar toch blijft er enigszins een beetje kleur. Heel klein beetje. Doe ik net onder mijn jukbeen. Zodat het iets donkerder wordt. En trek ik hem een klein beetje mee omhoog. En hier ook een klein beetje. Heel veel mensen doen hun neus ook. Maar dat vind ik echt heel erg lelijk. Tenminste, bij mij vind ik dat echt niet mooi staan. Onderkant een beetje. Beetje blush. Klein beetje, hoeft niet te veel. Zo. Klein beetje glim op mijn neus. Ik doe dit borsteltje weg en dan pak ik het kleine borsteltje. Kijk waar die is. Hier is die. Het is een heel kleintje.
maar daar doe ik dus altijd mijn oogschaduw mee. Mijn wenkbrauw doe ik echt als allerlaatst. Ik weet niet of dat normaal is om dat als allerlaatst te doen. Maar ik ga nu dus voor het oogschaduwkleedje. En ik ben op zich vrij simpel gekleed. Ik heb een grijze trui, zwarte broek aan. Dus ik denk dat ik gewoon voor een goud glimmend kleurtje ga. En dan combineer ik deze drie. Deze gouden, deze glitter en dit beetje paarsachtige. Vind ik altijd wel mooi. Heel licht gewoon. Ik hou niet van. Heel soms vind ik het echt tof om donkere oogschaduw op te doen. Maar merendeel van de tijd denk ik, nee. Nu even niet. Dus vandaar dat ik het gewoon lekker licht hou. Gewoon lekker simpel. Normaal deed ik onder mijn ogen ook nog wel een kleur. Maar daar ben ik niet zo heel erg van mee de laatste tijd. Dus die slaan we lekker over. Het kastje doe ik terug. Toen is het tijd voor wenkbrauwtjes. En dat is gewoon eigenlijk heel simpel. Heel klein beetje meetekenen. Heel klein beetje, maar ik hou niet van hele dikke wenkbrauwen. Dus. Deze moet ik wel iets meer intekenen. Hier ben ik volgens mij gewoon mijn halve wenkbrauw verloren. Kijk, deze is dan heel mooi, maar deze is dan weer echt heel lelijk. Er zit allemaal gaten in. Deze teken ik ietsje meer bij. Maar ook niet zo heel erg. Kijk, nu is die donker, dus dan teken ik deze ook een klein beetje donkerder. Maar het probleem is nu natuurlijk ook dat er foundation in mijn wenkbrauw zit. En daar hebben we wenkbrauwgel voor. En die brush ik gewoon lekker een beetje door. Zo. Ben ik links, dat kan je al zien. En een stukje donkerder. Dus dat is eigenlijk op zich mijn gehele make-up routine. Soms, ik denk dat je nog niet genoeg highlight of het is een beetje meegeblend. Dan doe ik deze stick nog even er langs halen. En iets meer op mijn neus is wel leuk. Hier een klein beetje. Dan, jongens en meisjes, ik ben klaar. Ik ga gelijk mijn liplijner gebruiken. Vind ik wel leuk om te doen. Ik zet jullie dan heel even hier neer. En ik kleur nu grotendeels van mijn lip in. Dan zit er misschien nog niet helemaal af uit, kan kloppen. Deze kleur vind ik wel heel mooi. Hij is niet heel erg opvallend of zo. Kijk, nou doe ik maar een beetje lipolie door. En dat maakt hem dan niet zo heel mat. Maar wel mooi. Ik ben niet heel blij mee. Super top. Ik vind dit zo raar eruit zien. Misschien dat ik hem een klein beetje doortrek.
Deze ga ik in mijn tas doen. Die heb ik natuurlijk nu in gebruik. Die leg ik heel even daarin. En dan ben ik eigenlijk gewoon helemaal klaar. Dit kost me echt gewoon nu iets langer omdat ik het jullie allemaal laat zien en vertel. Maar dit kost mij gewoon eigenlijk echt maar 5, misschien 10 minuutjes. En dan is gewoon alles klaar. Dit is wel meer dan dat ik eigenlijk normaal zou doen hoor jongens. Normaal is het echt gewoon, normaal deed ik niet eens foundation. Een beetje concealer. Dan deed ik een beetje oogschaduw op. Maar wat ik nu nog mis. Kijken of ik dit opvalt. Ik moet nog fixing spray op doen. Dat blijft zitten. Dan moet ik trouwens een nieuwe van halen. Want die is bijna leeg. Die laat ik intrekken. En daarna doe ik mijn mascara pas. De mascara is wel waterproof. Maar af en toe heb ik echt wel het idee dat het nu gewoon onder mijn ogen gaat zitten. Dus ik doe eerst mijn fixing spray. En dan heel lege mascara op. Want mijn ogen gaan heel snel irriteren. Daarom doe ik ook geen eyeliner meer op. Dus heel lege mascara. En dan zit dit er allemaal op, jongens. Dan zit echt alles erop. En dan is alles weer netjes en naar mijn zin. En ik ben er helemaal blij mee. Dus ja, dat is eigenlijk alles wat ik aan make-up doe. Of wat ik opdoe, of wat ik gebruik. En voor dit soort. Jaar geleden kwam ik hier ter wereld. Ja. En ik ben weer thuis, jongens en meisjes. Ik heb echt wel een leuk middagje of ochtendje slash middagje gehad. Super gezellig. Het was wel leuk om weer even in mijn eigen geboortestadje te zijn. Heel leuk. We hebben vanmiddag lekker Mac gegeten. Die zijn ze wezen halen. Super leuk, super lekker. En ja, ik ben nu weer thuis. Ik ben even allemaal lichtjes aan het aanzetten. En alles even gezellig maken. Het is toch wel weer gezellig om alles aan te zetten. Als alles niet door de knoop zit tenminste. Even alles erin doen. Ja, de kerstboom staat ook aan. Oplader erin. Hoppatee. Zo jongens. En meisjes, ik ben thuis, maar ik ben wel heel moe. Dus ik denk dat ik heel even een uurtje mijn ogen dicht doe. Het is 5 uur. We hebben laat middag gegeten en ik heb net al een paar boterhammen gegeten. Dus misschien dat ik straks, nog een kopje soep of zo ga eten. Maar voor nu hoef ik even helemaal niks. Ik ga heel even liggen, ik heb het koud. Dus even een beetje lekker opwarmen. Ik hou dit allemaal trouwens. Ik doe wel een jongensbroek aan. Leek mijn strakke broek uit. Maar even liggen en opwarmen. Goed, ik ben inmiddels wakker. Ik heb heel even geslapen. Ik heb net avond gegeten en alles gedaan en zo. Deze moet zo even terug mijn kast in. Die gooi ik trouwens gewoon lekker in mijn kast. Ik heb geen zin om alles niet te laten. Dat doe ik morgen ochtend wel. Hoppatee, prop erin. Maar bedacht me net. Ik moet nog editen. Dat hak ik even niet door. Dus dat ga ik niet meer doen. Ik heb wel mijn pyjama aan. Dit shirt doe ik zo meteen uit. Doe ik t-shirt aan. Maar ik heb wel mijn PJ broekje aan. Dus ja. Ik ja, ik werd geroepen. Dus. Ik ga nu even gauw editen. En daarna ga ik lekker slapen. Bedankt jullie voor het kijken aan deze video. Een duimpje omhoog. Morgen heb ik een tussendienst. Dinsdag heb ik een tussendienst. Woensdag heb ik een dagdienst. Het zijn weer 3 stage dagen. Hopelijk kan ik wel wat filmen. Maar ik ga jullie sowieso even lekker meenemen. Tot morgen.